Wat hebben we nodig? Een vilt. Wat is dat vilt? Dat is wol die gewoven is ofwel geperst. Wees daar voorzichtig mee. Vilt is duur. Het kan gemakkelijk zijn dat dat stukje hier, het is een oud stukje, dat dat 40 euro kost. Dus ik ga alsjeblieft uitleggen ook dat je daar altijd wat bescherming moet gaan tussenleggen om het beeld, dat dat dan misschien door het papier komt, dat dat niet op de vilt terechtkomt. Wat gaan we gaan doen? We leggen de vilt eronder en we hebben verschillende soorten vilt, zo een dunne, dikkere ook, zo die dikkere. Dat is soms goed bij het etsen. Soms gaan we vilten gaan combineren, dunnere, dikker, samen met dikkere. Nu, bij een monotype is het gewoon goed, een dunne vilt. We gaan die een drukcilinder, dat is een drukcilinder, gaan we naar beneden gaan zetten en we gaan daar druk op zetten. En dat doen we door aan die wielen hier te gaan draaien. Dus op het einde van de dag wordt altijd die een druk gelost. Dan draaien we dat naar boven en dan draait dat rond. Dus we gaan dat nu naar beneden doen. Die een druk dat daar op zit, dus we gaan dat doen. Dus laat dat. Oké, dat is nog niet voldoende. Dus nu zit er daar druk op. Eén keer dat we dat. Kijk, dat beweegt mee. Dus nog niet genoeg. Ik kan ook niet exact zijn voor jullie werk van oké, zoveel druk moet je gaan opzetten. Dat is een beetje proef op de vendelen. Sorry. Dus ene keer dat dat zo zachtjes tegenaan staat, kijk, nu kan ik dat nog gaan bewegen. Dus ga ik daar druk gaan opzetten. Ik ga niet zo draaien totdat ik niet meer kan. Ik ga dat een beetje zo. Dat dat een beetje gelijkmatig gebeurt. Want spreekt voor zich, als die kant meer druk heeft dan die kant, dat ik geen gelijkmatige druk gaat krijgen. Meestal stel ik dat wel in, of als je daaraan twijfelt, mag je mij dat altijd vragen. En door daar zo wat aan te gaan lutsen, dat voelde van, dat is wel gelijk. Oké. We gaan dat eens een beetje doordraaien. Kijk, hier zie je zo op die vilt al zo wat inkt dat er is doorgekomen. Nu, ik heb een register gemaakt, hè, op zo'n transparante folie, waar dan mijn plaat opkomt en dan mijn papier, want wat ga ik gaan doen? Ah, en wat ik ook altijd doe, als ik zo mijn stift op mijn folie ga gaan tekenen, ik ga altijd op de achterkant van mijn folie gaan tekenen met stift. Want anders wordt dat afgedrukt. Dus ik leg dat op mijn pers en dan ga ik dat plaatje pakken. Ik ga die plaat gaan nemen met de getekende kant naar boven. Dat komt eerst te liggen, dus op het etsbed. En dan gaan we een papier nemen. Nu, dat papier, ik heb dat in het begin deze morgen al in het water gelegd. Hè. Dus dat moet even water krijgen. En dat papier, dat moet niet nat zijn. Dus je kunt dat niet zo gaan pakken uit je waterbak en gaan drukken. Dus waarom wordt dat papier nat gemaakt? Dat papier wordt nat gemaakt omdat het zacht moet gemaakt worden. Als jij een droog papier daartussen gaat gaan steken, tussen gaat gaan drukken, dat papier is nog hard. Dus we gaan dat in de waterbak leggen. Minimum 20 minuutjes. Hoe dikker je papier, hoe langer dat moet inleggen. Dus je hebt, dit is een papier van 300 gram. 20 minuten is goed, langer is nog beter. Echt heel dik papier van 600 gram, dat moet er, ja, een dag laten inleggen, minstens een paar uur. Dus we gaan dat laten uitleggen. En dan er liggen zo wat vloeipapier.
deel aan water gaan we zachtjes met een aftrekker, je moet daar niet op gaan frotten, maar gewoon even het teveel aan water wegnemen. Ik ga dat tussen mijn vuurpapier scheven en even droog gaan maken. En ik merk, het is nog niet droog genoeg, wat kunnen we gaan doen? Het ligt hier zo, ja, ik denk nog maar dat ik het gebruik voor de rijtekenessen, even zachtjes. Dus dat papier, dat is nu klam. Het water druipt er niet meer af. Dus het is belangrijk, hè, dat we dat gaat gaan doen. Nu, zie je hier nog dat er nog zo wat een nat plekje is, dat is goed. Dat papier, dat heeft een voorkant en een achterkant. Meestal de kant waar het meest textuur in zit, is de voorkant, maar je kunt op beide kanten gaan drukken. Hoe ga ik dat juist gaan leggen? Ik ga mijn papier er niet op gaan gooien. Dus ik pak mijn papier vast en dat is handig aan dat register. Ik ga dat onderaan aan de smalle kant aan juist leggen. Ik hou dat vast, twee vingers. En ik laat dat vallen. Dus een beetje. Ik ga het nu niet meer verleggen. Nu, er liggen hier altijd zo wat van dat zijdepapier of krantenpapier. Ik ga dat dan erop gaan leggen. En dan als bescherming ga ik zelfs nog een velken gebruiken. Leg je filter op en dan gaan we draaien. En gevoeld als je op die plaat komt, dat je wat druk, extra druk voelt. Het valt nog mee, dus het valt nog mee, dus ik had eigenlijk verwacht dat het meer ging openlopen zijn. Dus het eerste afdrukje is gemaakt. Nu gaan